Welkom bij Leeuwarden Actueel van dinsdag 26 april 2011. Nadat de Friesland-Aris de eerste play-off-wedstrijd in Nijmegen verloren had, werd gisteravond in het Kalverdijkje de returnwedstrijd wedstrijd tegen Nijmegen gespeeld. Het werd een spectaculair duel waarin Aris vrijwel de gehele wedstrijd achter stond, maar hij wel steeds in slaagde in de buurt van Nijmegen te blijven. Bij de rust stond het 29-30 en na de rust ging Nijmegen fanatiek van start en werd het 38-48. Maar daarna liep Nick Oudendag van Nijmegen tegen een technische fout op. Aris benutte dit buitenkantje meteen en kreeg weer zelfvertrouwen. In het vierde kwart kwam Aris met nog vijf minuten te spelen voor het eerst op een voorsprong van 61-60. Daarna werd het heel spannend en Nijmegen kwam nog op voorsprong, maar uiteindelijk was het Todd Brown die met twee vrije worpen de stand van 71-70 op het bord bracht. Door deze overwinning is een derde beslissende play-off wedstrijd noodzakelijk. Deze wedstrijd wordt aanstaande donderdag in Nijmegen gespeeld. Afgelopen paasweekend heeft Paul Groenlinks een guerrilla gardening actie gedaan op braakliggende terreinen in Leeuwarden. De partij vindt dat de vele braakliggende terreinen een kans zijn om tijdelijk groen te stimuleren. Achter de Sint-Paulenschool in Huizen, op het terrein van de voormalige Bakkersvakschool in het Nylon, op de plek van het nieuwe Erasmuseum in Altlaan en op het Atoglasterrein naast de spoorwegovergang op Achterdehoven heeft de partij diverse bloemen en groenten geplant en zaden gezaaid. Als vervolg op deze actie heeft Paul GroenLinks vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in hoeverre het mogelijk is om officieel beleid te maken voor dit tijdelijk groen op braakliggende gebieden. Er zouden dan allerlei activiteiten in deze gebieden georganiseerd kunnen worden, zoals de aanleg van moestuinen, een klaslokaal in de open lucht of spannende speelplekken voor de kinderen. De politie stelt een onderzoek in naar een inbraak in een bedrijf aan de Dragsdeweg. In de nacht van maandag op dinsdag werd bij een tankstation van Q8 ingebroken. De inbrekers maakten een gat in de muur en zijn naar binnen gegaan. Het is nog niet precies bekend wat er gestolen is. In de Mennelsoenstraat werden in de nacht van zondag op maandag zeven auto's die daar geparkeerd stonden met waarschijnlijk een scherp voorwerp bekrast. De politie wil graag in contact komen met getuigen die iets gezien hebben. De politie is te bereiken via telefoonnummer 0900-8844. Maar wilt u anoniem blijven? Bel dan met de stichting Meld misdaad anoniem telefoonnummer 0800 7000. Kanbuur heeft een nieuwe speler voor het komende seizoen vastgelegd in de persoon van Melvin de Leeuw. De Leeuw speelt nu nog voor RBC Roosendaal en kan zowel op links als op rechts spelen. Hij speelde de afgelopen vier seizoenen 72 officiële wedstrijden waarin hij 10 maal scoorde. De 22-jarige speler tekent een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. Na Martijn Bartow, Marco van der Heijden en Mart Dijkstra is De Leeuw de vierde nieuwe speler voor Kambuur. Verder is vandaag bekend geworden dat Harjan van Dam is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Kambuur. Komende donderdagavond, 28 april, vanaf 7 uur 's avonds, vindt in de Raadzaal van Leeuwarden een politiek debat voor studenten plaats. Onder het motto Politiek doe je zo debatteren studenten en raadsleden over de bezuinigingen op cultuur in Leeuwarden. Zes teams van vijf studenten strijden tegen elkaar. En worden beoordeeld door een vakkundige jury die aan het eind van de wedstrijd de politiek doe je zo bokaal uitreikt aan het winnende team. Voor meer info kunt u kijken op www.leeuwardenstudiestad.nl en www.leeuwarden.nl. Dit was Leeuwarden Actueel van dinsdag 26 april 2011. Tot ziens.